De stad en het platteland. Ieder hebben ze hun eigen functies, inwoners en uitdagingen. En in de 21e eeuw zijn die relevanter dan ooit. Op de grens tussen de stad en een van de meest productieve landbouwgebieden ter wereld wordt de Flevo Campus gebouwd. Een onderzoeksinstituut waar onderzoekers, ondernemers, boeren en studenten nieuwe ideeën testen en innovatieve oplossingen zoeken voor de grote vragen van deze tijd. Hoe gaan we de groeiende stedelijke bevolking voeden? En op welk niveau moeten stad en platteland daarvoor samenwerken? In deze serie onderzoeken we deze vragen vanuit het perspectief van vier vernieuwende agrarisch ondernemers uit de provincie Flevoland. Dit is hun verhaal. Hey Roy. Hey, Janno. Hey. Goeiedag. Hey, goeiedag. Welkom. Alles goed? Ja, zeker. Wat was je aan het doen? Nou, ik ben hier even de potvallen aan het inspecteren. We hebben hier potvallen geplaatst in de strook om te kijken hoeveel insecten hier nou lopen. En of hier nou meer insecten lopen dan op de andere stroken die we hier in dit perceel hebben liggen. Een beetje aparte bezigheid voor een boer, of niet? Nou, ik weet niet of het een aparte bezigheid is, maar we willen hier eigenlijk meer insecten naartoe trekken. Eigenlijk, we noemen dat natuurlijke vijanden. Om zo onze kool gezonder te houden. Dat ze minder vatbaar worden voor de slechte insecten. Ja. Maar ik vraag het ook omdat jullie zijn volgens mij gewoon ook een beetje een apart boerenbedrijf in die zin. Of jij bent niet echt een klassieke boer in die zin. Nee, nou ja, niet een klassieke bedoel. Ik werk voor Erf. Erf is wel een boerenlandbouwbedrijf. Maar het bijzondere van Erf is dat de eigenaar een stichting is. Stichting Erf. En die stichting die heeft een aantal doelstellingen meegekregen. En een van die doelstellingen is dat we hier in Flevoland, vooral rondom Almere en Lelystad, dat we daar gronden beheren. Gronden die van het Rijk zijn en die de toekomstige bestemming hebben, woningbouw. Dus hier kan op termijn een keertje woningbouw komen. Ja. En in de tussentijd doen jullie hier Tussentijd telen wij hier biologische gewassen. Aha. En dan op termijn zal deze grond worden ingezet voor woningbouw, voor natuurontwikkeling, verbreding van de snelweg. Dat kan voor allerlei activiteiten gebeuren. Ja, en jij werkt voor hun als ontwikkelaar van, wat doe je eigenlijk precies? Nou, ik ben medewerker bij Erf en ik hou me onder andere bezig met een aantal projecten waar we mee bezig zijn. En een daarvan is de strokentilt waar we nu in staan. Dus dat is eigenlijk een nieuwe tilttechniek of tiltsysteem. Want we zijn bij meer boeren op bezoek geweest en ik kom er sowieso vaker. En je ziet eigenlijk bijna altijd aan één stuk een heel groot oppervlakte, wat dan heet monocultuur, toch? Ja. Nou, en wij op onze andere percelen doen we dat ook nog. Maar we zien dat wij op grote percelen ben je best vatbaar voor ziekte en plagen. We zien dat vooral in de aardappels van we kunnen met Phytophthora, dat is een aardappelziekte, schimmelziekte te maken hebben. En op een groot veld zie je dat dan binnen de kortste keer je hele veld eronder schiet. Ja, eigenlijk kan je het vergelijken met een steen die je in een vijver gooit. Als je die erin gooit, dan ontstaan er kringen en die worden steeds breder. In een vijver zie je dat dan binnen de kortste keer dat hele grote kringen worden. Terwijl als je een steen in een sloot gooit, dan zie je dat je ook die kringen krijgt. Maar op een gegeven moment kunnen die kringen niet breder, omdat die sloot niet breder is. Nou had je hier geloof ik aardappel staan. Ja, dat klopt. Die zijn al gerooid. Ja, dat klopt. Maar je hebt het dan dus over zo'n strook aan aardappels. Ja. En dan daarnaast staan, wat je stond net tussen de... Dit zijn bloemkolen. Dus ja. we hebben in plaats van dat we dit perceel in blokken hadden verdeeld, dan hadden we het in 6 blokken van aardappels, bloemkool, gras, wortelen. We doen het hier dus in stroken en we kijken wel van hoe breed moet zo'n strook nou zijn. Dus we hebben hier stroken van 6 meter, 12 meter en 24 meter. Dit is dit is 6 meter. Dit is een strook van 6 meter en hier zie je dus ook naast je de verschillende gewassen. Dus hier hebben we aardappels staan, bloemkool, gras, daarnaast staan wortels, sojabonen, die zijn inmiddels geoogst. Ha. En daarnaast staat dan nog haver en bloemenstrook, dat is gemengd. Okay. En goed, we kijken dan naar die verschillende werkbreedtes om
te zien of we hetzelfde effect halen wat ze in het onderzoek al op smallere stroken hebben gedaan. Dus of we minder vatbaar voor ziekte en plagen worden, of we meer natuurlijke vijanden in het veld kunnen krijgen. Maar wat voor ons als bedrijf ook heel belangrijk is, van, is het ook praktisch uitvoerbaar? Kunnen we met die machines, ja, kunnen we de werkzaamheden uitvoeren? Qua oogsten, qua zaaien, qua onkruidwieden. Of lopen we dan tegen bezwaren of problemen op? Want dit is, klinkt eigenlijk als een soort bijna hardcore experimenteren. Hè? Ja. Echt in praktijk brengen van wetenschappelijk onderzoek van hey, zo zou je het ook kunnen doen. Maar dan wel met die component eraan dat je als boer het ook inderdaad zou moeten kunnen doen. Want in de huidige praktijk, met de huidige machines. Nee, het klopt. Dit is inderdaad een grootschalig experiment. We werken daar ook veel samen met Wageningen Universiteit. Zij zijn degene die hier op dit veld het onderzoek doen. Dus zij monitoren die valletjes, zeg maar. Die valletjes in de bloemkool. Maar ze hebben ook de Phytophthora in de aardappels gemonitord. Wij proberen daar een praktische invulling aan te geven. Dus voor ons is het vooral, is het werkzaam om eigenlijk op die manier gezamenlijk tot een systeem te komen wat misschien in de toekomst ook door anderen kan worden overgenomen. Maar je ziet eigenlijk de laatste jaren en vooral GPS-techniek helpt daarbij van dat we weer in staat zijn om in kleinere oppervlaktes te werken. Dus met satelliet op je trekker, satelliet plaatsbepaling op je trekker, kan je kleinere oppervlaktes telen? Ja, want bijvoorbeeld je kan je denk voorstellen van als je dit moet zaaien, van dat je best goed rekening moet houden van waar je dan wat zaait. Want als je hier een metertje opschuift, dan mis je dat weer bij je bloemkool. Ja. Ja, en met GPS, dat gaat dan inderdaad op de satelliet van, kan je dat helemaal instellen. En dan maakt het niet uit waar je rijdt, maar die zorgt dan precies dat je een goede afstand van de andere stroken aanhoudt. En wat zijn de uitkomsten? Nou, wij doen dat hier nu 3 jaar. En we hebben het in ieder geval in 2 van de 3 jaar hebben we gezien dat dus daadwerkelijk scheelt. Dat we in de aardappels in de stroken minder aantasting hadden. En dat die aantasting ook minder snel verspreidde dan in de monocultuur in het grote veld. Dus eigenlijk zijn we er op dit moment heel enthousiast over en proberen we dat nu ook langzaam wat verder uitrollen. Dus we gaan komend jaar dat ook op een grotere oppervlakte doen. Want dit is heel eventjes, dit is jullie het enige veld waar je dit doet? We hebben op dit moment 1500 hectare wat we beheren, waar we biologische gewassen op telen. Dat is verspreid door heel Flevoland. En dit is een perceel van 42 hectare waar we nu dan met strokenteelt bezig zijn. En we gaan volgend jaar op een ander perceel van 60 hectare gaan we dan ook met strokenteelt aan de slag. Oké, dus het is zo'n succes dat je het meer dan gaat verdubbelen? Ja. Ja. Dit is wel een heel groot experiment waar we nu mee bezig zijn. Dit doen we nu 3 jaar, maar we zijn ook aan het kijken van kunnen we dit nog verder ontwikkelen. En je ziet, we zijn nu met strokenteelt bezig. Dat noemen we dan allemaal eenjarige gewassen. Dus die worden geoogst en volgend jaar zaaien we daar een nieuw gewas in. Ja, maar dus een hele cyclus in 1 jaar. Je zaait het in, het groeit op, je oogst het en dan begin je weer opnieuw. Ja. 1 jaar gewas. Ja. Okay, ja. En dan de uitzondering is het gras, dat staat dan 2 jaar. Ja. Maar we zijn ook aan het kijken van kunnen we nou in deze strook ook meer meerjarige teelt neerzet en dan meerjarige teelt denken we vooral aan bomen en dan ga je meer, dat noemen ze dan agroforestry, dus dat je je stroken teelt combineert met boomteelt en dat kan dan fruitteelt of notenteelt. Oké, daar heb je ook een perceel van. We hebben een plan ontwikkeld om dat op een grotere schaal te doen volgend jaar, maar we werken daar nu ook al op kleine schaal bezig op het eiland Utopia, bij de Floriade is dat. En dat doen we niet alleen, daar werken we dan met Stichting Weerwoud samen, die daar dan bomen heeft geplant en waar wij dan deze eenjarige gewassen daar tussen de bomen telen. Tussen voedselbomen? Tussen voedselbomen, ik wil daar eigenlijk ook wel gaan kijken. Dat lijkt me heel goed. Oké, ik neem deze wortel mee. Ja. Maar, dankjewel voor deze fantastische uitleg en succes met alle natuurlijke vijanden en met de stroken. Ja, oké. Dankjewel. Graag gedaan. Yo, doei. Hoi. Hey. Jij moet Javier zijn. Yes. Ik ben Janno. Hey. Hoi. Ik was net op bezoek bij Roy van Erf. En die zei dat jullie hier op het Utopia-eiland, dat jullie bezig zijn met meerjarige strokenteelt. Klopt. Ja, wat we hier doen is, ik ben van Stichting Weerwoud, ik ben niet van Erf. Nee. Maar met Erf werken we samen. Uh-huh. En waar Erf de strokenteelt inricht, hebben we hier met Stichting Weerwoud
de rijen met boom gedaan. Hier staat voor je de pruim. Daarachter staat een rij met persimoenen. Dit zijn pruimbomen? Dat zijn pruimbomen. Okay. Ik was net aan het labelen, want we willen goed documenteren welke rassen en kroet we hier hebben staan. Maar dus wat je hier eigenlijk doet, want ik ben wel gewend om bij boeren te komen, maar dat zei ik net al tegen Roy. Normaal heb je een heel grote oppervlakte van een monocultuur in feite. Klopt. Wij doen het anders, strokenteelt. Ja. Jij doet nog een ding extra, je zet er bomen tussen. Ja, het interessante is ook wat Erf al met Wageningen onderzocht heeft, is dat het wisselteelt hebben van rijen van verschillende gewassen natuurlijk enorm winstgevend kan zijn, omdat je dus minder plaagdruk hebt. Ja. Plagen komen later. Wat wij nog doen is iets toevoegen, dat is namelijk door meerjarige elementen in het landschap te brengen. Dat zijn bomen, struiken. En we hebben bijvoorbeeld hier staan walnoten in combinatie met daaronder zwarte bessen. Mm-hmm. En onder rijen bestaan amandelen. En op die manier kan een amandel de volle zon pakken. Okay. En tegen de tijd dat die zwarte walnoot groot wordt, hebben we al heel veel oogst van de zwarte bessen. Dus waar jullie eigenlijk naar kijken is eigenlijk nog, want het was al vrij ingewikkeld bij Erf om, nou ja, wat past goed naast elkaar, hoe reageren de verschillende voedselgewassen op elkaar. Ja. Jullie doen daar nog andersoortige bomen bij, ja. Of bomen, andersoortige voedselgewassen bij. Ja. Maar dan ga je dus nog meer kijken van, ja, wat kan na elkaar, onder elkaar, naast elkaar. Je krijgt een soort 3D-beeld van voedselproductie. Klopt, dus wat ze ook wel zeggen, dat heet het heel duur woord, het land equivalent ratio heet dat. Dus van als ik nou 1 hectare van gewas A produceer op één perceel en andere 1 hectare van het ander, mm-hmm. dan heb ik van ieder één. Mm-hmm. Maar als je nou combineert, dan kun je dus een 1,2 of 1,4 fout halen van gebouw. Dat is ook onderzocht al. Ja. Als je dat slim doet, hè, dus je goede combinatie maakt, kan dat. Niet alle combinaties zijn goed. Maar daarom doen we ook hier verschillende proefstukken naast elkaar. Eén ding wat ik niet snap, is als dit groter wordt straks. Ja. Want het gaat dus, dit zijn de stroken van Erf, dit is dan gras gewoon. Ja. En daar zit geloof ik net gemaaid, maar ik zag daar was ook een veld van, met aardappels. Ja, we hebben ook wortels. Ja. Nou, alles eigenlijk waar, wat ik net in het groot zag, is hier dan wat kleiner. Maar straks gaan die grote pruimenbomen en amandelen, die gaan zonlicht wegnemen. Ja. Dus dat gaat dan wel productie, nou ja, dat is zonlicht wat anders op het gras zou vallen of nou, op de aardappels. Het interessante is wat je zegt, is deels waar. Hè? Ik bedoel, we zetten dingen hier op dichter op elkaar dan misschien op grotere percelen bij Erf zouden moeten of kunnen. Hmm. Je kunt ook 12 meter nemen en dan heb je al veel minder last van. Ja, precies. Maar net zoals die zwarte bessen, die kunnen dus tot de helft schaduw verdragen voordat ze productieverlies hebben. Ja, ja. Kijk, en wij leren in agroforestry dat als je andere granen gaat gebruiken, die schaduwtoleranter zijn. Andere granen. Ja, andere rassen van granen. Dus niet, bijvoorbeeld hebben hier zomergerst staan, maar je kunt ook andere rassen zomergerst nemen. Dan zie je dat als je daar goed in die combinatie na gaat denken erover, dat de productieverliezen mee zullen vallen. Hm. Oké, dus je zei dat agroforestry eigenlijk een combinatie is tussen bosbouw, landbouw, maar ook veeteelt. Maar heb je hier dan ook dieren lopen? Hier verderop hebben we een stukje kamgrasweide met daarnaast voederbomen. Uh-huh. En daar gaan ook schapen grazen zometeen. Oké. Okay. Zal ik je het laten zien? Ja, ja, graag. Dus dit is dan kamgras? Kamgras, dit is kamgras. Ja. Dus wat je bijvoorbeeld hier ziet staan is wilde peen. We hebben hier wegenbree staan. Dat is wilde peen? Dat zijn wortels? Nee, dit zijn niet wortels. Dit is niet een eetbare gewas voor ons. Oké. Okay. Maar het is wel een mix van verschillende kruiden. Die op andere tijden bloeien ook. Mm-hmm. En we hebben het eerste jaar nu staan hier. We laten het even lekker doorgroeien en gaan zo meteen schapen erop zetten. Er zat ook 1000 blad tussen. We hebben ook bijvoorbeeld daar paardenbloem tussen staan. En het gaat maar door. Ik krijg ook wel heel erg door dat jullie gewoon ontzettend aan het onderzoeken zijn wat er allemaal moet gebeuren. Met al die partijen. Ja. Zijn er ook dingen al ontzettend misgegaan? Ik bedoel, dat is een deel van het leerproces natuurlijk. Dat je gewoon denkt, dit werkt echt niet. Nou, het interessante is, kijk, agroforestry is al eeuwen oud. Is dat zo? Ja, er zijn systemen in Spanje, en in Frankrijk en zeker in tropische landen waar het meer gewoon is. Daar hebben we allemaal onderzoek naar. Mm-hmm. In de jaren 70 is agroforestry een soort van gerevitaliseerd omdat we toen de aankomende klimaatcrisis een beetje aanzagen komen. Ja. Nou, er is door de hardnekkigste rednecks in Amerika wordt gewoon agroforestry bedreven al. Op grote schaal. Dus echt niet voor mietjes dit. Nee. En het leuke is dat er al heel veel kennis is wereldwijd. Dus je ziet dat we al heel veel dingen al weten een beetje. En dat alleen in Nederland wij helaas nog een beetje achterlopen. En dat is dan omdat we te succesvol geweest zijn met gewoon gangbare, intensieve
akkerbouw. Laten we eerlijk zijn, boeren is echt hard werken. Ja. En toen we 50 jaar geleden hoorden dat met je kunstmest en bepaalde zaden gegarandeerd kon oogsten, dat is natuurlijk fantastisch. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn, dat wil iedereen. Ja. Nu krijgt het inzicht dat het wel ten koste gaat van een aantal aspecten, zoals de draagcapaciteit van ons ecosysteem, dat de soms noemt het ook een grasveld, hè? Niet voor niks, want er is helemaal geen biodiversiteit meer te vinden. Dat is niet zoals dit, nee, precies. Nee. En ik zeg niet dat zeg maar, we zijn met z'n allen tot het is aan het komen dat het ook anders zou moeten kunnen. En dat is wat je hier onderzoekt. Nou, en daarvoor zijn we zo proactief met elkaar bezig. Ja. En wij zeggen, jongens, als we met z'n allen dit op gaan pakken en de enthousiasme er ook bij krijgen, wat we tot nu toe alleen maar zijn met open armen onthaald, Wageningen Universiteit gaat dit onderzoeken, die stroken die we ontwerpen met agroforestry, zodat we zo meteen ook echt harde data eronder hebben. Mm-hmm. Nou, strokenteelt is ten eerste echt een supergoed verhaal. Ja. Wij voegen nog iets aan toe, waardoor we dus de meerjarige elementen in het landschap gaan brengen, waardoor de biodiversiteit ook nog eens een keertje respect heeft en je eenjarige teelten daar ook nog winsten van kunnen krijgen. Ja. Want die de natuurlijke vijanden en dat soort, die kunnen zich altijd terugtrekken in die meerjarige soorten. En dus er blijft gewoon meer biodiversiteit in aanwezig, het landschap. Ja. Ja, en ook een ander soort ook, weet je wel. Dus eenjarige gewassen hebben natuurlijk hun eigen soort die ze aantrekken. Ja. Nou, dat is prima. Maar meerjarige soorten, bomen en struiken, die doen natuurlijk iets anders met de omgeving. Ja. Dus ja, niet alles weten we nog. Niet alle combinaties zijn goed. Maar als je nou gewoon gaat schakeren van wat weten we wel, wat kunnen we wel al doen? Nou, dan kun je al heel veel. Ja. En wat je nog niet weet, rijd niet meteen zeg maar de zandbak in, weet je, of de grindbak, wat je bij de Formule 1 vaak ziet. Ja. Dat zijn dure grappen. Ja. Ja, dat moet je natuurlijk niet doen. Nee, duidelijk. Nou ja, dat gaat dus allemaal nu gebeuren, die agroforestry. Dat zullen we de komende jaren gewoon zien verschijnen. Ja, zeker. Kijk, wat ik zeg, als ik of met Stichting Weerwouter dit niet zouden doen, dan zouden andere mensen het zeker op gaan pakken. Ja, precies. Dus. Nou, hartstikke goed. Het klinkt alsof het tijd is om te gaan oogsten. Zeker. Kan ik je nog wat meegeven voor de tortilla vanavond? Van echte oogst, ja. Graag. Nou, we hebben nog heerlijke aardappels die net geoogst moeten gaan worden. Dus, nou, graag. Laat zien. Hier, je handschoenen. Merci. Heb jij nog wel handschoenen? Ja, liefst in de kruiwagen. In de kruiwagen.